Tijd voor Harry's kippensoep. Ja, kippensoep, vrienden, met een beetje kloten eigenlijk, ja. Nou, we gaan eerst de bouillon trekken. 3 liter water in de pan. Daar begint het mee. En dan gaan we beginnen met 5 kippenpoten. Die gaan erin. Gaan we, hop. Zo. Ja. Oh jongens, dit wordt zo lekker. Ja, dit wordt zo lekker. En daar doen we dan deze groente bij, vrienden. En dat is grof gesneden, zuiver voor de smaak van de bouillon. En het prei, ui, wortel, peterselie, selderij, noem het op. Alles kan erin. En dan deze smaakmakers erbij natuurlijk. Laurierblaadje hier. En dan hebben we hier groentebouillonblokje, kippenbouillonblokje. Die gaan er ook allemaal bij. Met wat peper. Komt die aan. Hop. Zo. Ja. En dit laten we gewoon 3 uur staan, vrienden. Ja, dit is zuiverde bouillon, hè. Na 3 uur. Dan gooi je dat even lekker door de zeef heen. Die bouillon. Dan haal je die groenten eruit. Die kippenpootjes eruit. Dan ga je dan lekker al dat vlees van die kippenpootjes. Die ga je eraf halen. Kijk hier. Kijk hier. Ja. Ja. Kijk. En dat gooi je dan weer bij de bouillon. Gewoon pure bouillon. Dat is dit. Hier. Die gaat er gewoon lekker bij. Hoppakee. En dan. Dan gaat de groente er weer bij. Nieuwe groente. Ja, die heb ik allemaal weer gesneden. Je kan ze ook gewoon kopen natuurlijk in de winkel. Verse. Dan neem je lekker veel champignons. En je neemt uien. En je neemt prei. En je neemt wortelen. En je neemt paprika. En trouwens, elke groente die je wil, die kan je er lekker ingooien. Dat ga ik nu doen. Komt. Hop. En dat laat je gewoon 10 minuten lekker staan. En dan ga je het op smaak brengen. Dat doe je lekker met peper, met zout. Dus daar doe je nog een beetje magie bij, als je het lekker vindt. En ik gooi er dan altijd nog een beetje sambal in, vrienden. Ja, dat is. Dat geeft de kloten aan de kip. Aan de kippensoep. Daarom noemen we het ook kippensoep met kloten. Smakelijk eten.